Stimulering van de verschillende talen in Suriname moet beter op gang worden gebracht, zegt Neerlandicus Renate Sluisdom. Onze nieuwsdienst sprak haar in verband met de derde uitgave van het Surinaamse tijdschrift Tongo is taal. Het doel van het tijdschrift is om door middel van creatieve verhalen de Surinaamse samenleving aan te sporen om meer te lezen. Sluisdom zegt dat het uitbrengen van dit tijdschrift een positieve toevoeging is aan de tijdschriftenrijkdom van Suriname. Ondanks alle obstakels moest het blad dan ook worden uitgegeven. Zoektocht, want ja, ik heb geen geld. In mijn zoektocht naar hulp, naar ondersteuning en naar geld kwam ik bij de Nederlandse Taalunie terecht. En die hebben gezegd van weet je, er is een week van het Nederlands elk jaar in oktober. Dus misschien kan je dat doen. En zo is het allemaal begonnen. In 2021 zijn we voor het eerst dus uitgekomen met Tongen is Taal tijdens de Week van het Nederlands. Sluisdom is van mening dat taal de basis is van vrijwel alles dat we doen. En zou er daarom beter invulling gegeven moeten worden aan de taal. De basis moet zijn op scholen, zodat het stimuleren van jongs af aan begint. Taal is onze cultuurdrager. Taal is de manier waarop we ons uiten. Of we nou zingen of praten of schrijven of dansen. We gebruiken een vorm van taal. Dus taal is eigenlijk het belangrijkste voor de mensheid. Om de mensheid in stand te houden. Via taal kan je ook aan volgende generaties dingen doorgeven. Kan je dingen van vorige generaties doorkrijgen. Sluisdom merkt verder op dat het belangrijk is om voortdurend onderzoek te blijven doen over de verschillende talen. Meer hierover in ons programma In Gesprek Met op woensdag 18 oktober om 17:00 op kanaal 12.1.